Dames en heren, hartelijk welkom op deze bijzonder speciale middag in Groenlo. Een uniek concert. Er is heel wat aan vooraf gegaan, mogen we zeggen. Want het is nogal speciaal in die zin dat mijn ouders, die hier voor zitten, jawel, 50 jaar getrouwd zijn. Nou. Eerst mochten we dat niet zeggen, want dan gingen we nou allemaal feliciteren, dus dat is nu niet meer nodig. Want eigenlijk is het grootste probleem, nou het rondje, kijk wat hier staat is veel meer waard dan een rondje, maar goed dat u erover begint, want tijdens het concert houden we de bar gesloten. Gewoon, dan kunt u daarna gewoon echt dat allemaal weer compenseren in de pauze die we hebben. Wij gaan een uniek concert voor u doen, niet alleen omdat dit een cadeau is, want wij vroegen mijn ouders van ja, wat willen jullie voor een cadeau hebben? Want we wisten het echt niet meer. Maar zij ook niet en zeiden, nou dan doen we een concert van de broertjes, Bass Brothers, in Groenlo. En dan nodigen wij wat vrienden en bekenden uit. Dus zo is het een en ander ontstaan. En toen waren er nog een paar plekken over. Toen zeiden, nou dan sturen we zo een klein persberichtje uit voor mensen die er toevallig ook bij aanwezig willen zijn. En tot onze aller stomme verbazing zit het toch wel knap vol vandaag. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We gaan niet een standaard repertoire spelen. Want het is eigenlijk een... lijst met verzoeknummers, maar dat zijn ook verzoeknummers die wij 25 jaar geleden speelden. Dus we hebben net ook nog even gerepeteerd, want we moesten even wat oude stukken wat oppoetsen. En eigenlijk komt dit allemaal voort uit de tijd dat we nog thuis woonden en de Revox bandrecorder volop Art Blake in de Jazz Messengers, Oscar Peterson en dat soort muziek liet horen. We gaan beginnen met een compositie en die heet No Problem.
zitten even te kijken of het volume van de piano verder in orde is. Dit was Miguel's Party, een beroemd, beroemd stuk. Ja, dat staat eigenlijk allebei op dezelfde cd die in de jaren 60 wereldberoemd werd. Art Blakey en de Jazz Messengers die filmmuziek gingen maken. En dit is gewoon van het album La Femme Disparue, zoiets dergelijks. Nou, vooral is het niet zo goed, maar ik heb de plaat een aantal keren weer terug mogen luisteren en dat was er een feestje. We gaan verder met de volgende compositie en dat is opgedragen aan de beroemde gitarist. Ja. Ja. Django Reinhardt. Eigenlijk in de jazzmuziek die wij spelen hebben we heel veel prachtige voorbeelden waar we van kunnen genieten en die tot inspiratie kunnen dienen. En dit is een stuk geschreven door John Lewis van het Modern Jazz Quartet, maar een ode aan Django Reinhardt. En eigenlijk is dit stuk, misschien moet jij dat even uitleggen, dat verhaal tussen die klassiek en die blues en dat soort dingen. Want dat, ik doe het algemene verhaal, hij doet het muziek inhoudelijke deel altijd. Daar hebben we een afspraak over gemaakt. Nou ja, goed. Jazzmuziek is eigenlijk een mengeling tussen klassieke muziek uit Europa en Afrikaanse blues, ritmes en blues toonladders. En in dit stukje hoor je dus duidelijk het klassieke, zeg maar het Bach-achtige gedeelte. En op een gegeven moment komt er in de bas een ostinato heet dat, en gaat zo. En daar kun je dus de pure blues op kwijt. Maar overigens in jazz kun je altijd pure blues spelen en zonder blues geen jazz. Maar daar kunnen we straks aan de bar nog wel even een boom over opzetten. Maar dit stuk is normaal inderdaad opgedragen aan Django Reinhardt, maar vandaag dus voor onze ouders. 50 jaar getrouwd, komt ie, Django. Thank you.
Dank u zeer. De compositie Django. En voordat u nou straks allemaal gaat vragen van hoe gaat het met jullie, dacht ik, zal ik daar even een hele korte samenvatting van geven. Voor degene die het nog niet wisten, er staan drie broers op het podium. Marius Beets op de contrabas, Peter Beets op de piano, Alexander Beets op de saxofoon. En hij wordt altijd genoemd Gijs Beets, maar hield echt op. Dus op slagwerk Gijs Dijkhuizen. En tot ieders verrassing, in ieder geval ook die van onszelf, zijn wij alle drie getrouwd. Ja. En ook in de serie Nazaten kunnen wij zeggen dat ook alle drie daarvoor zorg gedragen hebben. En ze zijn bijna allemaal hier, behalve Dorothea, want die is nu 3 maanden, denk ik, Peter. En die had een soort schrik idee dat als die hier zou zijn, dat iedereen in die kinderwagen ging kijken. Dus die dachten, weet je wat, die houden we vrolijk thuis. En hier rechts zitten Willem Floris en Jorrit, Simon en IJsbrand en ja, Liesbeth en Renske. Dus ja, dan weet u dat in ieder geval even. En wij gaan weer verder met een prachtige compositie uit diezelfde periode van diezelfde plaat waar ik het net over had. En dit stuk is eigenlijk een, ja, het moet een party zijn. Het is Miguel's Party die we voor u gaan spelen. Had ik nog, misschien moet ik dat nog een keer zeggen, dat ook dit is zo'n nummer wat wij toen ik 3 maanden oud was op die Revox bandrecorder voorbij hoorden komen. Dus ergens zijn we daarmee geïnfecteerd. En die stond op de lijst van gouden oude verzoeknummers, dus die we gaan spelen. Thank you.
En na al dit geweld stonden er ook gelukkig nog wat rustige nummers op het programma. En op een album, dat hebben we al wat eerder opgenomen. We hebben dat trouwens bij ons, voor straks in de pauze als u eens een beetje wil kijken naar wat we allemaal gedaan hebben. Staat een hele mooie ballade van Jimmy Van Heusen, is hij? Dat weet Marius, dat is toch goed. Dat is dus de lopende lexicon. Melon and Wood. Melon and Wood. Nou, het stuk heet in ieder geval My One and Only Love. Thank you.
Dank u zeer. My one and only love. En als je 50 jaar met elkaar getrouwd bent, dan mag je dat langzaam zeker dat predicaat toch wel dragen, denk ik, zo met z'n tweeën. Wij gaan een stuk spelen en dat was echt even heel diep graven. At the Bol Musette. En ik denk oprecht dat ik dat 25 jaar niet gespeeld heb met deze heren. Maar hij staat in je Bluetooth nergens te vinden. Hij is nergens te vinden. Dat ook niet echt een voorbeeld, een referentie waar we naar konden zoeken. Maar we denken dat we toch nog wel de eindstreep gaan halen met elkaar. Dus At the Bol Musette. Is dat origineel van Pietersen eigenlijk? Nee? Nou, niemand die het weet. Wij ook niet. Maar we gaan het in ieder geval spelen, want het stond op de lijst. Thank you.
wat is zo snel? Wauw. Dit was At The Bon Musette. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste nummer van de eerste set. Dan is de bar overigens geopend. En bent u heel vrij om koffie of andere verslaperingen te nemen. Het is tenslotte jazzmuziek. Alleen wel op een zeer christelijk tijdstip en in een zeer christelijke omgeving. Ik moet u zeggen dat ik ben hier regelmatig langs gefietst op weg naar mijn lagere en mijn middelbare school. En toen kon ik toch niet eigenlijk beseffen dat dit eigenlijk een ongelooflijk leuke locatie is met een hele goede akoestiek. Dus ik ben heel blij dat het vanuit een kerk nu op deze plek terecht is gekomen. En daarmee aangekomen wil ik u ook nog even vertellen. We hebben een DVD, we hebben een baseball CD. Maar aangezien het ook een feestje van mijn moeder is, hebben wij ook een prachtige cd van mijn moeder. Voor degene die dat nog niet heeft. En mijn aanrader meegenomen. Op aanrader van Peter meegenomen. Heb jij ook je eigen cd's nog meegenomen? Of ja, ook nog bij me. Nou, het wordt dus een gekkenhuis. Ik heb dat wel eens aangeleerd. Een van de eerste Duitse woorden die we leerden als we de grens overgingen naar Bocholt, was aan de zonder een aangebod. Oftewel, één cd is €15, twee cd's zijn €25. Maar dan krijgt u er ook weer gratis nog de Beach Brothers in the New World bij. Kortom, te veel om op te noemen. Ik hoop dat u straks even wilt kijken in de pauze. En dan gaan wij eindigen met een nummer wat altijd op heel veel enthousiasme en energie kon rekenen. Ook weer van Art Blakey in de Jazz Messengers. En die mannen die vlogen ook over de hele wereld. Hij heeft een schilderij over gemaakt over dit nummer. Oh, dat zou ik ook nog vertellen, dat mijn moeder daar een schilderij over gemaakt heeft. Want het gaat namelijk over een nacht, ongetwijfeld een dolle dwaze nacht in Tunesië. En het stuk, geschreven door Dizzy Gillespie, heet A Night in Tunisia.
Beets, Marius Beets, Alexander Beets, Gijs Dijkhuizen. We houden een korte pauze. Tot zometeen. Thank you.
Dank u zeer. Het was echt een absolute verzoeknummer. 25 jaar geleden, toen speelden we ook heel veel in de kroegen in de buurt. En het was altijd verdomd moeilijk om jazzmuziek te verkopen. Maar als je het zo verpakte, dan vond iedereen het wel te gek. Het stuk heette Oscar's Old Funky Blues. En een speciaal verzoek. We mochten het nooit te snel spelen. Volgens mij kon net, hè? Ja, instemmend wordt er geknikt vooraan, dus dat is goed nieuws. Peter die gaat zo vertellen wat het volgende nummer is. Juist. We gaan een mooie ballade spelen. In de jazzmuziek heb je altijd een paar van die tijdloze composities. En dit is er een van. Die heet You Don't Know What Love Is. En het tweede deel, Until You Know The Meaning Of The Blues.
You don't know what love is until you know the meaning of the blues. En daar hebben wij in ieder geval een heleboel paplepels van naar binnen gekregen. Er zijn altijd twee vragen, die wilde ik weer even voor zijn. De eerste was altijd, maar wat doen jullie in het dagelijks leven? Nou, eigenlijk dit. Met nog een paar variaties op het thema. Dus die vraag is al beantwoord. En de tweede vraag is, maar als er dan van die kleinkinderen rondlopen, zijn die dan ook al bezig met muziek? Het antwoord is ja. Bij mij zijn ze nog wat zoekende, of het nou een drumstel, een trompet, een saxofoon of van alles nog wat is. Maar bij Marius heeft het zich al eigenlijk gewoon heel duidelijk uitgekristalliseerd. En ik wil graag een warm applaus hebben voor iemand die de Bates Brothers in een nieuwe generatie gaat brengen. Op trompet Simon Bates! En voordat u denkt van ja, dat is alleen omdat hij familie is. Deze week heeft hij al 5 concerten die hij moet doen, dus het is druk bij meneer. Maar eigenlijk is het zo dat wij zijn opgegroeid met Art Blakey en de Jazz Messengers en Simon ook alweer. En dan komen we heel snel uit bij één fantastisch nummer, waarop we op een hele mooie manier de saxofoon en de trompet samen blenden, om het zo maar te zeggen. En dat is de beroemde compositie Whisper, dat ooit bekend geworden door Art Blakey en de Jazz Messengers. Dus die gaan we nu doen. Thank you.
Whispernot met twee generaties Beatson op het podium. De IJsbond gaat dat heel goed. Het is gewoon een onrustig type, maar we weten waar dat vandaan komt. Wij gaan nog denk ik een paar nummers spelen, drie of zo. En Peter heeft een lijstje, want er waren er iets te veel verzoeknummers, ongeveer 27, maar dan zouden we hier vanavond om 7:30 nog zitten. Oeh, ja. Nee, dat is wel goed. Kijk, we hebben altijd discussie gehad. Namelijk, dan speelden wij een stuk en dan was de vraag, speelden we te snel, te langzaam, was het wel goed? En dit is in ieder geval zo'n stuk waar mijn vader keer op keer zei, jongens, luister, het is een slavensong. En de bedoeling is ook dat die slaven, die hadden die grote stenen achter zich en dat het dus heel moeizaam voorttrok. Daar waar wij altijd het gevoel hadden dat deze compositie, de worksong, overeenkwam met een Porsche 911 en dat we daar vooral in een behoorlijk tempo doorheen moesten gaan. Dus hij vond dat we altijd te snel spelen. We gaan in ieder geval proberen in het tempo te beginnen wat hij nog wel goed vindt, maar het kan zijn dat we overal dus zelfs iets te snel eindigen. De worksong van Nev Adderley. Thank you.
Veel te veel nummers op het verlanglijstje hadden staan, voegen we de volgende twee stukken even samen. En ik, dit is eigenlijk opgedragen aan Nelson Mandela, daarom zeg ik even, die is natuurlijk net overleden. En toen hij nog vast zat op het Robben Eiland, had Oscar Peterson, dus eigenlijk de man waar ik een tribute aan gemaakt heb, die cd ligt daar, met een Edison-nominatie. En daar staat het nummer ook op. Goed, Oscar Peterson en Nelson Mandela hadden een briefwisseling, in die tijd moest dat nog per brief. En ja, waren dus vrienden. In ieder geval, dit stuk heet Hymn to Freedom. En dat heeft daarmee te maken. Daarna gaan we dus over, als het goed is, naadloos in de ballad van Hoagy Carmichael, Georgia. En daarin wordt mijn broer Alexander weer gefeatured. En ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Thank you.
Thank you.
Dank u zeer. Georgia on my mind. We zijn aangekomen bij het laatste nummer. Volgens het draaiboek betekent dat dat mijn ouders zometeen, voordat u eruit gaat, samen met mijn twee zonen afscheid neemt. En dat is ook logistiek heel makkelijk, want dan moeten ze snel naar huis toe om alles klaar te maken voor de mensen die nog thuis uitgenodigd zijn. Dat kunt u helaas... Oh, je mag blijven zitten. Oh, het draaiboek is gewijzigd. We gaan helemaal niet eten. We gaan straks gewoon allemaal naar huis. Oh, goed. Dus, en misschien is het ook even een heel goed moment om namens onze drieën als broers mijn ouders eens te bedanken. Want we hebben altijd geleerd dat heet gezond egocentrisme. Je moet alleen iets doen op het moment dat je zelf denkt dat dat een goed idee is. En dan is het prima dat anderen daar ook profijt van hebben. Maar mijn ouders hebben de afgelopen 35 jaar... zich in dienst gesteld van de carrière van hun kinderen. Hobby's waren er niet meer, geen golven, maar aan de telefoon hangen om de wereld te vertellen dat wij drie prachtige jazz, muziekmakende broers hadden en die moesten de wereld veroveren. Dat was mijn moeder, nog steeds wereldberoemd in heel Nederland, en mijn vader die als drijvende kracht het financieel imperium daaromheen opbouwde. Dat is helaas onmogelijk in de jazz, maar hij is nog steeds verantwoordelijk. Hij is financieel directeur van mijn bedrijf. Hij doet de boekhouding van Peter. En hij heeft de studio van Marius inderdaad uiteindelijk helemaal op de rails gezet. Dus zoals gezegd, dat hebben ze allemaal gedaan omdat ze dat zelf een goed idee vonden. Maar als zonen danken wij hun hartelijk daarvoor. En wellicht een prachtig applaus even voor mijn beide ouders. En daarmee zijn we aangekomen met het laatste stuk van deze avond. Het is één grote reunie. En ik moet zeggen, ik kom allemaal gezichten tegen en denk, ja, ik ken jou vaag, maar vertel me niet waarvan. Ik had net een hele leuke dame, daar heb ik waarschijnlijk mee op badminton gezeten. Ik kwam nog een verdwaalde pianist tegen, dus dat gaat zo meteen nog even door. Wij gaan eruit met een stuk dat heet de Reunion Blue. We'll be right back.
Dank u zeer. Hoop dat u genoten heeft. CD's zijn daar verkrijgbaar. Tot de volgende keer.